Dag meneer. Dernière ligne droite avant les législatives de mercredi aux Pays-Bas et le parti centriste du nouveau contrat social caracole en tête des sondages d'intention de vote. Sociaal Contact is de enige partij die de grootste problemen van Nederland nu gezamenlijk kan aanpakken. L'ancien chrétien-démocrate Peter Omtzigt a fondé le parti l'été dernier. Il est économiste, député depuis 13 ans et il pourrait devenir le prochain Premier ministre. I'm actually myself. I'm very surprised about the speed at which all this is going. I mean, you're looking at a party which had 5 members 3 weeks ago. Le nouveau contrat social promet des réformes pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie et son leader bénéficie d'une importante cote de popularité. Omdat ik heel veel vertrouwen heb in Peter Omtzigt en zijn ideeën. Ik hoop dat hij de noodzakelijke vernieuwing kan brengen. Nou, hij is gewoon een hele vriendelijke, aardige man. Echt geïnteresseerd in de anderen, in de medemens. Si son parti sort en tête du scrutin, Peter Omtzigt devra, sauf surprise, former une coalition pour gouverner. Het zal van hem vragen om samen te werken met andere partijen. En het zal van hem vragen om dat grote schip wat een overheid is, om dat dan een klein beetje bij te sturen. Terwijl wat hij nu belooft is bijna een 180 graden draaiing. En dat kan eigenlijk geen één overheid doen. Dus hij zal toch ook op een bepaalde manier, denk ik, toch mensen teleur moeten gaan stellen. Die nu echt hopen dat alles gaat veranderen. Fernand Van Tet, c'est la correspondante d'Euronews. With just 2 days to go, it's a very tight race here. And polls show that whatever happens, Peter Omtzigt and his new social contract will be a force to be reckoned with in Dutch politics over the next 4 years. Both the left and the right will need him to form a coalition. This is Fernand Van Tetz, reporting for Euronews, the Netherlands.